Mijn naam is Carolien Vrijns. Ik ben onderzoeker aan het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven en lerarenopleider aan de Artevelde Hogeschool. Komt een kleuter bij een leerkracht. Juf, ik heb vannacht bij papa geslapen. Nee, zegt de leerkracht, ik heb vannacht bij papa geslapen. Zegt de kleuter, ik heb u niet gezien. Gesprekken voeren met kinderen. Hoe werkt dat precies? En welk soort gesprekken moeten wij voeren om anderstalige kleuters zo goed mogelijk te helpen met het verwerven van het Nederlands? Er is een kloof tussen kinderen uit de lagere klasse en kinderen uit de middenklasse en hoger. En laat nu net die anderstalige kleuters vaker in de lagere klasse belanden. In mijn doctoraat hebben we een 100-tal Turkse kleuters en hun leerkrachten een jaar lang gevolgd. We hebben hun gesprekken gefilmd en geanalyseerd en vervolgens gerelateerd aan de taalvaardigheidsontwikkeling van de kleuters. En wat blijkt? Kinderen die aan echte gesprekken mogen deelnemen, leren meer taal dan kinderen die aan schoolse gesprekken deelnemen. U kent dat wel, dat schoolse gesprek waarbij de leerkracht u een vraag stelt en u die daarop het juiste antwoord moet geven. En geen ander. U kent ze ook wel, die echte gesprekken, waarbij we veel eigen inbreng hebben en waarbij we elkaar open vragen stellen, waarop niet altijd een juist antwoord mogelijk is. Echte gesprekken voeren met kinderen is dus belangrijk. Als we nu eens inzetten wat we al hebben in de klas, de hoeken. We hebben de poppenhoek, de kleurhoek, de vertelhoek. Als we nu de kleurhoek dicht bij de vertelhoek zetten en zo een afluisterplekje creëren, dan leren de kinderen in de kleurhoek, die niet aan het gesprek deelnemen met de leerkracht, toch ongemerkt nieuwe woorden, zo laat ons onderzoek zien. Dus afluisterplekjes creëren is ook goed om taal te leren. Maar let op, deelnemen aan echte gesprekken blijft wel het allerbelangrijkst. En weet u wat nu zo leuk is aan die echte gesprekken? Die vragen van de kinderen. Zo was er een kleuter die mij vroeg, kunt gij een hart maken? En hij bedoelde natuurlijk letterlijk, kunnen wij een hart maken? Maar hij had gelijk. In echte gesprekken gaat het niet alleen over het soort vragen dat we stellen, maar ook over de ruimte die we creëren in onderwijs. Ruimte waarin kinderen fouten mogen maken, waarin ze mogen experimenteren om te leren. Zoals de kleuter, die afgelopen nacht bij papa heeft geslapen.